Yo, beste kijkers van Teveel Vraag. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Druk eventjes op het duimpje omhoog. Abonneer zeker weten eventjes op ons kanaal. En check ook eventjes of je nog steeds geabonneerd bent. Check ook eventjes onze merchandise op shop.teveelgevraagd.nl. En gebruik onze supporter creator code genaamd Teveel Gevraagd. Als je ons wilt supporten en meer giveaways wilt. Want al het geld dat we daarmee ophalen gaat naar de giveaways. Goed, in deze video gaan we het hebben over heel veel verschillende dingetjes. En laten we beginnen bij het eerste dingetje. Logisch. Het gaat namelijk over de Deep Freeze Bundle. Hij is nu namelijk voor iedereen te zien in de store. Tenminste, ik heb nog niemand gehoord dat hij bij hem of haar niet in de store zat. Want ongeveer een paar dagen geleden was het nog een beetje geglitcht. De ene zag hem wel, de andere zag hem niet. Maar nu ziet iedereen hem. En dat is natuurlijk super nice. Je kunt hem dus halen in de store of in de winkel, zoals je op dit plaatje ziet. Je kunt hem dus op beide manieren halen. En wat krijg je hierin? Nou, natuurlijk de skin, pickaxe, glider en volgens mij 1000 V-bucks. En that's basically it volgens mij. Ik ga hem denk ik niet halen. Ik vind het net iets te veel geld voor die skin. Ik heb liever bijvoorbeeld €25 aan 2800 V-bucks bijvoorbeeld. Dat ik daarvan een aparte skin ga halen dan de Deep Freeze Bundle. Maar ja, iedereen natuurlijk zijn eigen mening. Ik vind de skin super tof, maar die €30 vind ik wel een beetje heel veel geld. Dan gaan we over naar het volgende puntje en dit gaat over de Deur Drink Pickup of de Deur Shake, hoe je dat ding ook wil noemen. Deze shake zit er al zo lang in, hè. Hier hebben we het al meerdere keren over gehad, deze shake. Hij zit er namelijk volgens mij sinds season 4 al in de files, maar nu is die eindelijk weer eens geüpdate. Dus wie weet gaan we dat terugzien in een LTM, misschien wel in een normale game mode, namelijk solo, duo of squads. Dat weten we niet, maar ja, überhaupt of die terug gaat komen, dat is natuurlijk, of terug gaat komen, überhaupt of die in de game gaat komen, dat weten we niet. Hij gaat waarschijnlijk wel een keertje worden toegevoegd. Want ja, hij zit toch niet voor niets in de files. Maar ja, je weet het maar nooit bij Fortnite. Fortnite doet soms hele gekke dingen. Dan, het volgende puntje. Dit gaat over de Mounted Turret. De Mounted Turret is eigenlijk een paar dagen nadat hij erin is gelijk alweer keihard genurfd in de normale game modes. Fortnite heeft namelijk getweet: "We've reduced the availability of the mounted turret in all default modes. Solo, duos, squads. Drop in now and continue sending us your feedback." Dus eigenlijk aan die laatste zin al zijn ze er niet helemaal zeker over of dit echt een goed item is. Namelijk drop in now and continue sending us your feedback. Kijk, als ze echt zeker wisten dat het item supergoed was, bijvoorbeeld bij... welk wapen was dat? Welk wapen was echt supergoed? Nou, bijvoorbeeld, ik denk de Scar of zo. De Scar, als die werd toegevoegd, iedereen vond het chill. Dan gaan ze niet vragen om feedback. Feedback zou ik bijna zeggen. Om feedback. Want ze weten dan al gewoon 100% zeker weten dat die goed is. Maar van deze, dit is weer zo'n item die misschien wel in de val terechtkomt. Zou natuurlijk zonde zijn, want hij is aan de ene kant best wel chill. Er moet er zeker weten nog eventjes wat aan getweakt worden. Want als je iemand eruit wil snipen, is het behoorlijk moeilijk. Want stel je richt precies op het hoofd, soms mik je erop, maar dan is het geen headshot. Het is nog een beetje buggy, dat hebben ze ook toegegeven. Daar komen ook bugfixes aan in de toekomst natuurlijk. Goed, dan het volgende topic. En dit is een soort van theorieachtig iets. Weten jullie nog, toen de deurburger in een woestijn, in volgens mij Californië was het, stond. En dat er van die gastjes omheen van die kaartjes gaven met een telefoonnummer erop. Dat is natuurlijk al 2 seizoenen geleden, of 3 seizoenen, ik weet het allemaal niet meer. Maar het komt erop neer. Een deel van dat cijfer, of in ieder geval iets in die trans, is teruggevonden op de teleportdingen in Wailing Woods. Want wat we nu hebben in Wailing Woods is, iedere buis heeft nu zijn eigen teleportatieding. En eigenlijk het platform wat daaronder staat, daarop staat nu een cijfer. En misschien heeft dat hier wel iets mee te maken. Niks is natuurlijk zeker, niks is ook confirmed. Dus ja, neem het allemaal met een korreltje zout. Maar het is zeker weten interessant, want er staat ook echt tel achter. Dus dat vind ik een beetje apart. Misschien moet je bepaalde cijfers combineren. Zou natuurlijk ook kunnen. Misschien is het een geheime code. Zou ook kunnen. Misschien kan je dan wel met die code in de bunker komen. Dat zou helemaal insane zijn. Maar we gaan het allemaal binnenkort wel zien, denk ik. Trouwens, over die teleportatiedingen. Er is iets nieuws gevonden in de files daarover. En dat is best wel interessant. Namelijk die teleportatiedingen, die heten blijkbaar Refined Rifts. Dus dat moeten we eventjes goed onthouden. En wat er in de files is toegevoegd, is de Telenate. En nu hebben we bij de Rift to go gehad. En misschien krijgen we nu bij de Refined Rift
Rifts een Telenate-item. Dus dat je straks kan teleporteren door middel van een item wat je op kan pakken. Dat zou natuurlijk echt super nice zijn. In principe hebben we dat al wel een beetje met de Rift, want je teleporteert de lucht in. Maar hoe vet zal het zijn als jij dat item vast kan pakken en die op een plek kan zetten en dan naar een andere plek toe kan lopen en dat je ze dan met elkaar kan connecten, zodat je een soort van teleportatie iets hebt. Dus stel je maatjes willen nog looten in een bepaald stadje, zet je daar eventjes een teleportatieding neer, loop jij ondertussen verder, bijvoorbeeld richting Tilda Towers, daar plaats jij je tweede punt en wat hun dan kunnen doen, jouw maatjes, is door jouw eerst geplaatste teleportatieding, ik zal het gelijk goed noemen de Telenate, dat ze daardoor gelijk in Tilda Towers komen, namelijk op de tweede plek van de Telenate. Ik leg het misschien een beetje onhandig uit, maar ik hoop dat je mij begrijpt. Denk aan de Portal, aan de Portal game. Ja, daar kun je het beste vergelijken. Je schiet op de ene plek en op de andere plek en op die manier kun je teleporteren. Zou wel echt super vet zijn. Dan nog eventjes over de week 10 challenges. Er is namelijk iets heel erg vaags gaande. Ik heb het natuurlijk gisteren ook al in de video behandeld, maar iemand stuurde me daarna een screenshot dat de week 10 challenges maar 2 challenges bevatten. Dat is natuurlijk heel erg vaag. Daarnaast, als je nu eventjes teruggaat, dan zie je ook niet meer een 1 van de 2 bij de week 10 staan. Die stond er namelijk wel. Die is weggehaald op een of andere manier. Maar wat wel heel erg vaag blijft, is natuurlijk die 2 dingen die je kunt unlocken. En wat gaat dat misschien wel zijn? Dat zou natuurlijk heel goed de X kunnen zijn van de 1. Zou kunnen. Wat het ook zou kunnen zijn als tweede optie, want ja, je hebt natuurlijk 2 slots, is een groene versie van de AIM skin. Die is namelijk ook gevonden in de files, dus wie weet gaan we daar iets van terugzien dit seizoen nog. Zou echt super dik zijn, want de AIM skin, ik vind het persoonlijk heel erg vet. Ik moet hem nog jammer genoeg unlocken, het duurt gewoon te lang met alle challenges. Maar straks ook nog een groene versie erbij? Ah, why not? Ik vind het wel een vette skin namelijk. En hey, wie weet gaat die ook wat betekenen in het verhaallijn van Fortnite. Daar komt natuurlijk dan een gehele theorie over. Wees daar maar niet druk over. Maar dat is nog een beetje afwachten. Want het is nu nog te vroeg om te zeggen of deze skin er überhaupt in gaat komen. Niks is 100% confirmed natuurlijk. Het is en blijven leaks. Goed, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten. Laat zeker weten eventjes dan een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Check onze merch op shop.veelgevraagd.nl en gebruik onze supporter creator code genaamd Teveelgevraagd. Mensen, geniet nog eventjes van de gameplay. Peace out.